We gaan nu voor de cover dus. Dit is jij dacht dit covertje? Wordt het hoor. Ik vind het heel leuk. Ja. De meeste mensen worden bruiner van oranje. Ik weet niet of het geldt voor mij. Witte en wennen. Oké, leuk. En dit is altijd zo met een padding erin. So you don't have to use the brush. That is great for the nipples. Precies, yes. Want ze wappert wat af met hun haar. En we hoeven niks op te letten op geen bandjes zien. Daarom. Het valt niet reuze mee. En jullie jokken en dat is lief. Ze nemen maar een beetje opgegeven. Ik vind het niet meer zo erg ook dit. Nee. Zoals vroeger. Nee. Nee, vind ik echt niet. Ik denk dat ik oprecht even een zonnebank moet pakken. Ik ben echt anti-zonnebank, want dat is niet zo, natuurlijk slecht voor je. Vroeger deed ik het wel. Maar nu denk ik, het kan niet. Dit gaat toch helemaal gefileerd worden op zo'n cruise, jongens. Je doet dan je hoofdding uit. Ja, de hoofdlampen uit. Dat is slim, toch? Even lekker een bankje. Dat is, denk dat ik even een paar keer... Of in de echte zon. Binnenkort, als die nog komt. Nee, maar ik ga over een week hebben, echt. Dus, dat is, dat is een gekke deadline. Oh ja. Ja. Zo echt in ieder momentje. Buiten op kantoor, helemaal weet je, in je ondergoed. Kom op, jongens. Spray van die olie op. YouTube into the platform they view and love the most. We are now at another really big moment on that timeline. They already been there, done that, they took a couple of awards, and now we are gonna reveal their identities. Maar dat gaat over ons. Ladies and gentlemen, the winner of the Grand Prix YouTube Awards. Good evening, everybody. I'm a creator, I'm an actress, I'm a comedian, and normally I love to talk about myself, but I want to give a compliment to Nessun, your first event in English. Give it up for Nessun, really, you're doing a great job. Thank you. Back to the underdog category. What is an underdog? What does it take to be an underdog? I don't know. I should have asked my dog. Great contestants. But we're gonna name the winner tonight. Let's see the winner. Daar is hij weer, de vlog takeover. Ik heb een glimp voorhoofd. Ik zit zo in mijn rol dat ik niet meer kwijt ben. En ik moet er eigenlijk filmen. Met de handtas. Ik weet niet waar ze is. Hi, Gloria! Woo!
dit ligt hier met een reden, toch? Ja. Ik ben zo geconcentreerd, jongen. Zo ken ik je helemaal niet. Het is helemaal... Hij is helemaal ongespannen. Gisteren wel een eventje gehad, maar deze heb ik niet nodig. Ik heb me ingehouden. Goed, hè? Ja. Maar je bent heel geconcentreerd. Ik zal je niet afleiden. Oh, wat voor dikke zeg. Dit is de laatste, hè? Dit is de laatste. Go out with a bang, DC. Gaan we het doen? Heeft iedereen er zin in? Laat je horen! Het is niet slim. Het is niet slim. 46 minuten rijden naar Amsterdam. En vanaf Amsterdam naar Delfzijl ga ik erover over Afsluitdijk. Ik ben die grote pot vergeten van mijn decor. Echt dom. En de vraag is, is het slim? Want ik heb nu die podcast hier in Zeist opgenomen. Moet je dan... Ja, we gaan even kijken hoe lang ik onderweg ben dan. Ah, dus dan doe ik nu 46 minuten erover. Dan ben ik er 3:10. Dan ga ik meteen door. En dan rijd ik 3:10, 3:10, 4:10, 5:10. Ja, we moeten weg. Het is helemaal kut. Het is helemaal kloten. Ik kom laat aan. Maar het is wat het is. Niet te lang bij stilstaan. Gewoon meters maken met je auto, Nien. Ja, je bent het zelf vergeten. Zitten op de blaren. Ja, ik weet het. Sensoren. Ik sta heel dicht bij een bosje. Ik ga al naar achter. Dank u. Ik ben toch nog even. Ik ben toch nu toch aan het werken, zo. Oké, nou, als je dan nu de auto in wil stappen, heel graag. Nee. Ik ga eerst een drinkje halen om 3:30 en dan rijden we naar jou toe. Maar dan win ik niks qua tijd. Dan win ik denk ik niks qua tijd. Maar ja, dan heb ik geslapen. Daar gaat het om. Nee, dat heb je geslapen? Ja, maar het gaat één om slapen, dat ik wat slaap pak. Maar aan de andere kant, ik kom in de penari met mijn voorstelling. Ja, nee, dus dat is het. Dus dan kan ik maar beter rijden. En dan ben ik 3:10 heb ik, kan ik het halen. En dan rijd ik meteen vroom weg. Wacht. Kan, zal ik Celine, als jij Celine vraagt of zij... Drinkje wil halen, dan kan ik uit huis gaan zo met de ding en dan breng ik het gewoon mee. Oké, ga ik nu doen. Ja, ga ik vragen mama van mee. Doei. Wat een pannenkoek. Ja, dan moet de rest nu en dan kan ik ergens een kwartier mijn ogen dicht doen. Ja, is over nagedacht. Ik ben wel blij dat die man voor mij altijd blijft nadenken. Waarom staat hier iemand? Ik moet hier weg. Hup, wij moeten hier door. Ja, ik hoef dus niet per se nu weg als het niet zo haast heeft opeens. Of iemand anders mijn kind ophalen, dat ga ik nog even regelen. Ik moest hem zelf halen. Eigen schuld, dikke bult. Echt, jongen. Nooit meer zoiets doms doen. Gelukkig heeft het WWF weer het natuurlijk volgens mij goed gezet. Mijn lunch is wel goed, man. Jeez. Dit gaat spannenlang zijn. Broodje met groente. Kies met groente en... Een toetje. Mooist. Like. Ja, even kijken. 5:30 kom ik aan. Het is oké. Liever een uurtje eerder, maar het is oké. Ik ga waarschijnlijk wat file koppen. 2,5 uur onderweg. 224 kilometer. Ik moet waarschijnlijk ook nog eens laden tussendoor. Oh, it's a beautiful day. Sun is beginning to shine. Feel good. No one's gonna stop me now. Achteruit. Nee, we moeten vooruit dit leven, maar gewoon achteruit. Deze parkeerplek. Anders zit ik in de voordeur bij mijn schoonmoeder en dat vindt ze vervelend. Yup. We zijn op een andere plek. Ander gevoel, andere... Alles is anders hier. Nee, dit is niet allemaal anders, maar het is allemaal heel ver uit elkaar. Dat krijg je hier. Prachtig, mooi, rust krijg je hier. Voor terug. Word ik ook zelf wel rustig van. Ik snap echt, ik bedoel, ik ben een stadsmeisje. Ik hou van rust. Nou, ik heb de podcasts geluisterd hoor, die heftige moordpodcasts. Dus hier worden ze van de fiets getrokken. Dus hier komt geen hond. En aan doen. Oh, dat ben je... Nagel laten knippen. Nagel, daar ben je speciaal gaan halen net. Ja, weet je wat ik vergeten ben? Wat ik ook mee had kunnen nemen toen ik het dus... Nagelschatje. Nee, mijn script. En nou weet ik het. Dat is voor mij... Ik weet het echt wel. Dus je wilde mijne verlenen. Oh, ja natuurlijk. Jij hebt er een. Vet relaxed. Ja, kennen we afrekenen zo. Dus, Echt, het gaat alleen even dat je dit doet. Even er doorheen. Voor mijn gevoel heb ik dan... Nou, ik heb het liever niet. Want er staat ook alles in wat ik moet doen. Ik hoef alleen even te lezen. Ja, zie je, dat lijkt mij niet zoveel om te doen. Ja, maar dat weet ik al lang. Dat weet ik al lang dat het wel mee valt. Ja.
Ja, ik ben echt gaar. Ik ga vanavond slapen. Ja, die Airbnb, nee, maar echt. Ik ben altijd zo iemand die, dan ga je nog heel lang serie kijken. Nee, ik kom daar aan. Ik mag van mezelf niet langer dan een half uur wakker zijn. Douchen, liggen, tukken, welterusten. Tranquilo. Ik moet wel nog een uur rijden. Dat is ook nog een uur. What the fuck, wat hebben ze nou weer geregeld? Nou ja, dat is een vrienden van ons, dus het is gewoon, leek ons leuk. Maar dat is oké. Okay. Zullen we eten? We gaan eten. Oké, dan. Kom maar. Ben je al klaar met je... Ja. Hier doe je pet op. Ja, want dat ziet er niet uit. Jawel, joh. Okay. Zo voel ik me wel een beetje. Lekker warm. Ik heb zo'n zin in die vakantie, dat wil jij niet weten. Oh ja, tuurlijk. Jij gaat na het weekend op vakantie. Ja, donderdag. Donderdag. Woensdag op donderdag. En ik heb woensdag een voorstelling. Vrijdag dus na ik weet het weekend. Niet... Ik vraag me af of ik foto moet woensdag naar de voorstelling. Doen we nou ook slim aan om gewoon naar huis te rijden? Wij moeten 3 uur 's nachts eruit. Ja, dat scheelt echt wel als ik 12 uur wegrij of 10 uur. Ja, dat klopt. Ja. Waar spelen we woensdag? Emma Lords. Emma Lords. Zijn ze daar een beetje begrip van? Ja, volgens mij wel. Ja, ik hoop het. Ja, volgens mij wel. Saar is mijn script. Rubberen klompen loopt echt het heerlijkste. Maar het was even lente, maar de winter is weer gegaan. Dus misschien... Oh shit, ik heb zwarte sokken, dat ziet er stom uit. Ik wil geen blote tenen. Oh. Een aardig bruin vlekje op, mensen. Je hoopt maar dat het er niet hierop komt, hè? Er zijn er nog maar 8. Het valt wel op, deze kleur. Op zalmroze. Ongelukje, zullen ze denken. Het lijkt Novibel, doet het ook heel zo. Lola. Ja? Een dag in het leven van Nienke Plas. Ik vind dit wel lekker. Ik kan dat altijd doen. Kost wat? Nee, dat is gewoon een vriendendienstje. Top. Bloemetjes. Bloemetjes. Voor de grote ster. Sta je in the middle of nowhere? Kan je die accommodatie niet vinden? Gelukkig zijn het een schoonouder. Oh, er komt een auto aan. Van Jean-Pierre en die zijn nog wakker en die zeiden, ja, één navigatie die brengt je verkeerd. In de nacht, in het donker. Volgens mij komt deze man me nu redden. Oh, alsjeblieft, zeg dat je me komt redden hier. Oh, dit is hem niet. Dit is hem, zeg maar dat dit hem is. Hoi. Hallo. We moeten even terug, daar gaan we die kant op. Ik volg jou. Jongens, het is al laat, maar ik doe graag even een toertje, want dit is nog eens lekker binnenkomen. Welkom Nienke in Mooi Voor Lijf. Even relaxen en slaap lekker straks. Nou, dat gaan we. Kan misschien even een gek nieuwsbericht ook onder. En niet een gek nieuwsbericht, maar wat high-tech allemaal, jongens. Oh, dit gaat helemaal goed. Dit gaat helemaal. Oh, ik ben mijn shampoo's vergeten, maar. Body, dat is het enige wat ik nodig heb om mijn naad te soppen. Shampoos heb ik zelf meegenomen. Oh, ik vind het heel leuk. Ik vind het nu al leuk. Kijk dit. Ik hoop dat het heel erg blij van. Oh, kijk, dan komt er meteen dit tevoorschijn. Slimme opbergruimtes. Dan ga ik goed op. Oh, dit kan natuurlijk dicht. Dat gaan wij ook dicht doen. Oh, ik zie heel veel open ramen. Heel spannend. Snel. Oh my god. Oh, oh my god. Ik wacht. Jean-Pierre is natuurlijk een bestie van Res. Res en Jean-Pierre en Ali en Erik hebben die podcast samengemaakt. Soms deel ik daar wat van. 4 guys. 4 vrienden, 4 ondernemers. Heel leuk. Jean-Pierre heeft dit. Samen met zijn vrouw, zijn schoonouders, die manager de hele bende. En Res heeft waarschijnlijk gezegd dat dit mijn favoriete chips is. Oh, dit is een welkom. Dit is aankleding. Dit is knus. Dit zijn de gezellige dingen. Dit is eten. Oh my god, wat staat hier? Bake the world a better... Het voelt goed. Oh ja, eerst een zoutje, dan een zoetje. Ho, 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 ho. Wat leuk. Geniet ervan. Nou, bedankt. Wat is dit? Voor mocht ik in één keer tegen mezelf willen spelen. Hè?
Daag jezelf uit in het leven, dat is altijd belangrijk. Een leuk keertje netje. Nou kijk, dit bedoel ik. Dit. Dat is een welkom. Dit zitten met de kleine dingen. Dit is heel veel. En leuk. Stek. Mooi. Mooi. En de koele kast. Ik denk alleen maar water, helemaal geen koelen, maar het feit dat er iets in staat, er is over nagedacht. Wat is dit voor een geweldig ding? Wat is dit? Het lijkt wel konijnenvoer. Dit is volgens mij waar dit op kan draaien. Lijkt in stoken. Wat leuk. Ik heb geen verstand hiervan. Ik ga het ook niet doen. Doe maar gewoon lekker rondkijken wat er nog mee te zien is. Het is voor als echt, er zullen echt toeristen komen, lijkt in. Dus blijf hier een paar nachten, dan kun je je lol niet op. Wat is dit? Als dit een kast is met spelletjes. Oh my god. Shout out. Mandy Champier. En jullie papa en mama. You did great. You doing super good. Leuk dit ook. Match. Jing met elkaar. Och, wat is dit voor iets moois. Het is hier geworven op het land. Allemaal veren. Hier nog meer dingen. Wat is dit? Wat is dit? Herberg het volle leven. Je kunt biologische. Oh, allemaal dingen. Oh, is dit dat je dan... Oh, verrassingsmenu. Oh, dat zit hier in de buurt. Oh. Ze zijn natuurlijk nu allemaal dicht, maar beneden is een hapje wel nuttig. En dan hebben zij eraan gedacht. Leuk haakje. Leuk. Feel good today. Nou, daar hebben jullie voor gezorgd. Mooie kastruimte. Dit is ook lekker hoor. Als je wat langer bent, kan je je koffer zo... Bam, 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 bam. Hey. Dit ook. Lekker veel storage. Een vuin. Handig om haren wassen. Heel veel dingen met knopjes. Dus dat is altijd goed. Ik ga er niet aan zitten. Het is zo gevaarlijk gewoon. Nou, ik ben één happy contento meid. Dit is waar ik op aanga. Ambiance relaxed. Voorzieningen relaxed. Ik ga mijn haar wassen. Dat ga ik doen. Dat had je niet verwacht. Hè? Je denkt, die gaat nu duiken op de... bank met chips. Eerst mijn haar was, want ik heb olie. Nou, maanden weer erin gedaan. Dat moet je eigenlijk iedere week 2 keer doen. Maar geen tijd, kom op. Dit moet ik nu uitwassen. Want zie je het glimmende? Het is niet omdat ik... Weet je? Zo'n glansrijke carrière heb. Hè? Het is wel vettig, dus. Wow, 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 wow. Wow. Dit is niet net... In de categorie heel goed bed en nog een beter breakfast. Is dit wel gelukt? Mijn Goethe. Filet vegen. Oh my god, deze mensen zijn toch bezig. Oh, wat is dit? Boter, yoghurt. Nog een echte boter. Oh, echte en de plantaardige. Ik ga waarschijnlijk voor de echte, maar... Het gaat om de gedachte. Wat hebben we nog meer? We hebben hier... Fruit, vitamin, pure love in a box. Nog meer fruit. Oh my god, ik ben zo blij. Oh wacht, ik vergeet gewoon iets te vertellen. Ik 10:15 word ik nog weer wakker richting 10:30. En ik kijk op mijn mobiel en ik zie gewoon dat Mandy, de vrouw van JP, heeft gezegd... Jean-Pierre had een massage voor je verjaardag nog. Sta nu voor de deur. Vind je het nu oké? Okay? Dus toen moest ik echt... Oké. Even mijn tong poetsen. En mijn tanden en mijn trui aan. Ik ga de deur open doen. Dus ik ben net gemasseerd helemaal. En ik heb nu echt brede trek. In allerlei dingen hier. Wat is dit? Leuk om uit te pakken. Het lijkt wel kerst. Gewoon boterhammen. Ik had mee verwacht. Ik bedoel, het komt door de verpakking. Maar ik bedoel, niet mee verwacht lijkt in
Oh, het zijn van boterham, maar ik ben op het verkeerde been. Even zien, dan heb je hier een doosje met... Een doosje. De kruiden. Nee, de sweets. Want, haha, je doet dat. En dit... Ik loop dit ook. Ik ben niet echt een hele fanatieke Nutella eter, maar ik ga wel eentje meenemen. Ik laat er eentje in, maar eentje ga ik meenemen voor Frankie. Hij vindt kleine mini-verpakkingjes vindt hij zo leuk. Je hebt ook mini-verpakkingjes van TikTok. Ja. Dat vindt hij geweldig. Zit er volgens mij 6 in, maar dan zit hij echt... Wow. Ik weet het ook niet. Doe iets met kinderen. Wat zit hierin? Crackers. Oh, lekker. Die neem je gewoon met je mee, staat erop. Nou, misschien wel. Oké, okay, wat gaan we voor onszelf maken? Alles, alles. We gaan alles eten. Alles, ja. Hier, kaas. Met dit, voorverpakt, wat leuk. De ene week zit je skraal en de andere week val je met je neus in 2 soorten boter. Oh, ik vergat deze nog. Shebang. Huh? Dit ontbijt is een brunch en lunch in één. Als je dacht dat het feest niet nog beter kon worden, dat kan het wel. Dikke hagelslag. Dit is zo. Het is puur. Zo wordt hagelslag. Puur. Moet nu melk. Ja. Puur moet het. Is puur genieten namelijk. Tot ziens weer. Het was fijn. Het was mooi. Ik heb net ook even een viertje opgenomen en... Ik moest ook van, oké, even snel, nu tenminste even snel. Ik dacht, oh, dan kan ik daar meteen door, niet te lang, want hè, ik moet ook weer een uur rijden rond. Ik was laat wakker, laat, 10:30, massage, ontbijten, mijn haar feunen, make-up, invulling, video, tekstjes, oké, lensje, hoekje. En toen had ik het opgenomen, toen zag ik dat er een pluk de hele tijd zo gek stond. En toen dacht ik echt, toen keek ik naar de klok, dacht ik, gotta go. Dus, ja... Wat ga je dan doen? Zet je eroverheen? Of geef je je ego zijn zin en neem je het straks nog een keer op? Dat lach je van. Oeh, dit is lekker zaadje. Oeh, dat kwam zie je er hangs. Komt hier vandaan toch? Ja, dat moet helemaal niet. Oh ja, sorry, gisteren. Okay. Hengelo, daar komt het van. Wil jij even kijken naar dit? Kan ik dit, deze video kan dit? Ik heb mijn haar toch suf net. Kijk, irriteer me zo om die pluk. Zie je? Zie je het? Ja, ik zie het. Dat valt toch al mee, heb je altijd. Ja, maar heb je nu ook. Oh shit! Het ziet er niet uit, die pluk jongens. Het is echt... Beetje, dus een beetje uitzoomen? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Ja, dat betekent met je hoofd naar achter. Deze pluk. Ja, dat is die weer. Maar hier was hij echt... Beetje hetzelfde als wat ik heb. Ja. Maar jij doet het expres en ik weet niet wat beter is. Express. Dit is per ongeluk en dat vind ik echt... Ik baal ervan. Ja. Kijk, hij zit nu echt helemaal... Oh, gaat nu helemaal... Oeh, ik trek ook een gezicht erbij. Oh ja, nee, ik zou dat niet doen dan. Okay. Maar ja, ze hebben het nu al gezien. Nee, ik heb hem nog niet online. Ik heb het gemaakt net. Maar dit staat er online. Zie je wat ik ben hier? Een? Is dit niet live? Dit is niet een stream. Nee, nee, nee. Oh. Wat zie je wat hier gebeurt? Wat denk je wat hier gebeurt? Oh, ik denk dat jij kleding gaat passen. Of verkopen. Oh, verkopen. Wanneer heb je dit gemaakt? Vandaag. Dus je had je kleding die je op Vinted gaat zetten, die had je mee? Nee, ik had... Nee, die op Vinted. Dat is gewoon mijn kleding die ik gewoon bij me had. Van... En dan ga je verpatsen. Nee, dat... Ongedragen, ongewassen. Het was een sketch. Het was een sketch. Laat maar. Knaldig, licht aan. We gaan soundchecken. Ik... Nee, het maakt niet veel geluid, maar ik heb deze eigenlijk aan de andere kant. Sinds ik deze heb. Dit armbandje van Stan. Shout-out naar jou. Gaf nieuwe creativiteit, toch? In ieder geval stond voor allerlei dingen. Ik ben heel veel kwijt. Toen dacht ik, oh, dan ga ik hem omhouden. Dus gisteren bij de voorstelling dacht ik, nee, daar gaat hij juist om. En ik speelde me toch een avond. In combinatie met de mensen in de zaal. Want als je gewoon een goede, energieke zaal hebt, dan ga je vliegen. Dan wil het allemaal net even wat lekkerder rollen. Weet je wel? En komt het dan door de armband? Of is dat placebo-effect? Dat vind ik altijd een
interessante kwestie. Laat even weten in de comments wat jij vindt. Of dat soort dingen dan tussen je oren zit. Of geloof jij echt dat stenen, mineralen, ja, beneficial zijn? Ja, ik geloof het wel. 100%. Maar misschien omdat ik er zo hard in geloof, is het zo... Of tenminste, krijg ik het zo voor elkaar. Maar is het alsnog placebo-effect? Ja, ik vind het lastig. Ik vind het leuker ook om te geloven dat het gewoon doet. Weet je nog wel, ik had de chips daar gegeten. Die waren echt die Cheetos, Hot Flaming Hot of zo. Kan je me daarmee laten herinneren? In Amerika? Nee. Bij Pris? Bij Pris. En wat moet papa dan zeggen? Die moet je eten? Nee, die mocht ik meenemen van Priscilla, maar ik was het vergeten. Ja, dit is een lekker boek. Jij bent niet zo van het lezen. Ja, dat moet wel. En dit is een heel mooi boek. En het is ook met plaatjes en leuk. En ja, dit dacht ik, dat vind jij leuk. Maar dat kan je alleen krijgen als je leest. Ermee. Nee. Mag ik terug? Dankjewel. Wat vind je ervan? Kijk even je boek, wat zeg je? Mooi boek. Mooi boek, toch? Ja. Het is echt een mooi boek. Ja, dit is leuk. En de boekenlegger is grappig. De boekenlegger is grappig? Het is ook kont. Bips. Wat? Positieve mens. Positive minds, positive vibes, positive life. Contains only good ideas and a lot of love. Pas open naar de voorstelling. Tja, echt niet eerder. Echt niet. Maar ja, ze heeft het ook pas gegeven naar de voorstelling. Dus ik kon ook echt niet eerder. We gaan eens kijken wat erin staat. Oh, wel een mooi kaartje. Ik hou van deze kaartjes. Lieve Nienke, een kaart met bloemen voor de artiest. Oh, en Patrick, het geluid was aan. Bedankt voor een feestelijke avond met een show waar je zichtbaar veel liefde en aandacht aan hebt besteed. Met al je kwaliteiten en talenten. Een wijnzeres meer dutjes dan hij nodig heeft. Frankie Dien het dubbele aantal doekoes dan hij aan daklozen schenkt. Novi veel ontdekkingen in al zijn avonturen en Harley meer liefde dan ze te geven heeft. Zorgen. Nienke, je bent een topper. Vergeet in de kern nooit wie je bent. Want je bent zo mooi, zo mooi. Zo mooi. Lieve groetjes en een dikke knuffel. Arjan Chantal uit Appingedam. Ik heb laatst gevonden dat mensen gewoon random mensen dit soort berichten sturen en schrijven. Is lief, hè? Het ruikt echt lekker. Is thee? Nee. Ik had het gekregen bij het Airbnb. Bij de Airbnb. Maar neem die theetjes maar mee. Nou, je weet, ik hou van thee. Thee. Ja, die is ook spannend. Die heb ik al gehad. Ik ga niet smoothen. Energy booster. Wat zal het zijn? Leuk dit, hè? Terwijl ik zeg altijd wel, doe maar geen cadeautjes, jongens. Want in de eerste tour nam ik tassen mee en ja. Geef het alsjeblieft dan aan mensen die veel minder hebben. Maar we gaan niet zeggen dat we cadeautjes niet leuk vinden. Je wou het weer aanraken. Mag ik? Mag ik? Riverstones. Leuk. Dus het is een kaars. Ruikt niet, maar... Dat maakt niet uit. Echt wel rijk. Ja, maar heel minimalistisch. En dan dit is voor de... Maak het stuk. Maak het niet stuk. Ik haal het kartonnetje weg. Het breed. Zo. Nou, dat was wat jij heel veel zei de laatste tijd. Kalma, kalma, kalma. Kalma. Bedankt. Ik voel me heel rustig. Is niet. Is echt. Oké. Ik ga precies hetzelfde doen. Ik ben kalm. Ik heb kaars. Ik ben kalm. Wat is kalm? Oh, kalm. Ik dacht je zegt KLM. We hebben nog wat mooie kaarten hier. Wat lieve woorden. Gaan we even lezen. Bedankt, staat erop. Wow, weer lange tekst. Weer lange tekst. Lieve Nienke, dankjewel voor de leuke avond die je mij, moeder en mij hebben bezorgd. Dus, lieve Nienke, ga vooral zo door en geniet van je mooie gezin en straks van je nieuwe huis. Nee, vandaag gaan we misschien ons huis doen. Dat is echt heerlijk. Maar niet dan nee, dan is het ook dankjewel. Het gaat vandaag al gebeuren. Ja, het gaat vandaag gebeuren. Oeh, rainbows. I like rainbows. Speciaal voor you. Lieve Nienke, ik wil even laten weten hoe zeer jouw vlogs mij inspireren. Jouw positiviteit en fantastische humor maken mijn dag een stukje beter. Altijd een stukje beter. Ik volg jou vanaf de Frankie Dean special. Oh.
En sindsdien ben ik een trouw fan. Ik hoop echt dat je nog lang blijft vloggen. En ik kan niet wachten om een nieuwe theatershow te zien waar je druk mee bezig bent. In de tasje zit nog wat lekkers voor de kids. En ook iets voor jou en Resley. Liefst. In de tasje. Oh, dat heb ik al gegeten. Dat is beter voor Resley. Waar is je klaar? Allemaal voor jullie. Voor kinders. Niet nu. Het is ochtend. Maar dat kunt straks wel. Laten we lekker de dag beginnen. Dat is leuk, hè? Helpen zo. Vind je? Wacht eens, officieel. De laatste dingen gaan we verhuizen. Zometeen is het gewoon echt offie-offie, hè? Offie-offie. Offie in onze nieuwe ik weet ofzo. Zeker dat ik ga huilen. Moet gewoon. Oké. Okay. Ik ken mij. Je kan me echt gewoon... Ja, je bent als emotioneel. Je, dat als je dingen echt zegt, dan kan je me echt diep raken. En dan ja. Oké. Okay. Ja, okay. Ik heb nog nooit zo enthousiast als kind zien helpen. Hallo, je wil niet weten, ik doe de jas, dan ga ik helpen hoor. Ik heb ook uit ellende gewoon drie keer zelf de outfit aan, want ik echt denk, ik wil niet in die kast en pakken en achter en troep en... Dus ja, als jullie denken, hé, dat rokje vaak, klopt. Het staat cute, maar het is ook gemak. Ik ben echt gewoon... blij. Want ik wil echt weten hoe ik in mijn bed zit en hoe ik ga slapen. Waarschijnlijk met je ogen dicht en mond open. Klein beetje kwijl op links. En dan gewoon een blij kind. Oh my god, we hebben twee keer die bus van je vader. Noemen we papa's auto. Bus van papa volgeladen, uitgeladen. Dan halen jij en ik nu die twee kleine mormeltjes. Papa doet nog het laatste beetje en die haalt eten. En dan... hij neemt ook Ellie en oma mee. Fijn. Kunnen ze helpen uitruimen. Want kijk Ellie. Oh leuk, gaan we gezellig samen eten. Kijk ons. Gezellig. Je gaat staan te eten. Je gaat aan de slag. Dus we gaan nog even de beuker in. Maar eerst de kindjes hun bed klaarmaken. Want anders slapen ze op een lattenbodem. Dat ik kan jou vertellen. Nobody likes that. Hallo V. Ja. Hoe gaat het? Goed. Heb je zin om naar je huis te gaan? Ja. Kijk, en jij? Een handje op je schouder. Ja, ik ga even zo voor je halen. Even wachten. We gaan slapen. Ik denk, ik ga boven slapen. Hij slaapt boven, hij heeft een hoogslaper. En jij gaat in je eigen bedje, hè? In de junglekamer. Ja. Heb je zin in? Heel, heel matige reactie. Hé, hey, Lele. Jas aan. Ik ook doen. Want je denkt, je kan... Okay. Kom maar bij ze. Oh, lekker. Ah, lekker. En Segura. En wat jij hebben? Wil je met hem? Wie is zo bij? Is voor jou. Daddy wel eens. I love you. Ali. I love you. Hallo, love you me ook toe? Harley. Hoera. Wie is Harley? Zo. Wie is Harley? Zo zacht. Jij bent Harley. Hallo. Waarom wordt die kat vermoord? Die kat krijgt wel van Jetje hoor. Nee. Onze dierenvriend is het niet mee eens. Kijk hem. Oh jee, niet de kat vermoorden. Nee hè, katje lief? Ja. Laat je broertje. Niet doen. Frenkie, wil je het laten? Wil je stoppen, Frank? Frenkie Dien. Als je niet stopt, is er geen fastfood voor jou straks bij. Bedankt dat u wilde oppassen, hè? Dat was heel handig, want... Frenkie werd ingezet als een soort van... verhuisman en we waren onze handen vrij om alles te doen. Ja. Had u ook een beetje rust of ging het... Nee hè, niks. Rust met deze twee? Nee, precies. Nou. Ik kan me voetbal niet meer gepast. Nee. Gelukkig is er altijd nog de herhaling. En vanavond de samenvatting. Ja. Frank, je hebt zoveel geteld, zoveel gedaan. Trots op je, Frank. Sorry, heb je spierpijn nu? Oh, nu wil je opeens ook, je wilt net nog met je papa speelgoed. Ja, gewoon netjes vragen, toch? Hoe zeg je? Nog eens, ja. Natuurlijk. Hoe ligt je nieuwe bed? Ligt die goed? Ligt je bed goed? Ja. Oh, oké, fijn. Nou, deze pop, die mag jij. Hij heeft hem ook helemaal geklemd al. Heel goed van Frank. Twee jaar in een doos zat. Ik heb een baby. Ja, je hebt een baby, hè. Jij bent zo lief namelijk. Dat gaat helemaal goed komen. Slaap lekker, vriend. Hallo. Hoe is het in je nieuwe bed? Ja. Hoe voelt het? Hoe ligt het? Oh, dikke kus. I love you.
Maar goed, ik moet. Dit is heel professorisch hoe ik hier moet staan. Dikke kus. Kusje. Heb ik kracht niet meer? Slaap lekker, mooi droom. Eerste nacht. Oh. Ja, je gaat hier heen zien te slapen. Slaap lekker. Frenkie is helemaal gewend dat hij natuurlijk wel met zijn broertjes sliep. Weet jij wat zo lekker is? Ja. Jij hebt hem ingepakt, hè? Ja. Ja, precies. Ja, ja nee, want je zoon probeerde te draaien alsof ik het wist. Ja, zodat nee. jij het. Morgen gaat hij boven komen. Oké. Okay. Ik moet heel vroeg op, dus ik werk hier. Komt goed. Ik vind het wel een ding hoor, dat als ik hier oppas dat ik... Zo, nee, ik ga goed kijken. Ik ga van buiten naar binnen kijken. We hebben heel mooie in-betweens, noemen ze dat. Mijn schoonmoeder die zegt alles hier. Alles. En wij hebben juist deze gekozen. Advies van... Ja, dan zie je niet alles. Maar mijn schoonmoeder zegt alles. Want we zijn naaktlopers. Jij vooral. Van mij valt reuze mee. En je moeder. Maar ik zou dat gek vinden als het visite is. Persoonlijk. U bent een naaktloper. Op uw trappengat. Overal. Op de naakt. Het enige wat u op heeft is een badmuts. Dus... Ja. Wat is het? Die slaapmuts van u. Die zit in de slaapmuts. We gaan de test doen. Ik zie, ja, ik ga Ellie de tepel wel zien, hè? Ja. Weet u wat ik denk? Het heeft allemaal een beetje te maken met hoeveel licht je aan hebt. Je ziet het zeker niet. Leuk zo'n glazen deur. Het lopen er breed uit. Je hebt het zelf al dicht. Ja. Mm-hmm. Klopt. Oh, ik ging er volop. Ik ben blij dat mijn tand nog vast zit. Weet je nog dat ik een keer tegen een glazen muur op ben gelopen tijdens die pilot? Brak ik mijn tand af. Vaar jij terug. Leuk man. Is dat een goed teken? Eerst een nacht in ons nieuw huis?